zegt de regie. Maar dat is helemaal niet waar. Want dit is de Nederlandse Wyomi Masela. De 16-jarige turnster die traint bij Bozan Turnen Oost-Nederland in Almelo. Eerste serie. Anderhalve schroef. Dubbel salto. Keurig geland. Dat is belangrijk. Want er is een nieuwe code gekomen. Een nieuwe code of points. En de jury is buitengewoon streng. Alles wat afwijkt van het ideaalbeeld, dat leidt tot aftrek. Hier de dubbelschroef. Nederland dat de afgelopen EK's drie keer op rij. En de teamfinale vindt om het jaar plaats. De achtste plaats had. Er waren 25 landen die zich hier melden. En die hebben dus donderdag ook de kwalificatiewedstrijd geturnd. En de beste 8 zijn doorgegaan. Nederland is als 7e de finale binnengekomen. Maar iedereen begint weer vanaf 0 punten. Dus alle kansen liggen weer open. En die zijn er zeker ook voor Nederland. Wellicht niet op een medaille, maar wellicht wel op een hogere klassering. Want ze hadden donderdag nogal wat fouten in hun programma. Maar Masela, Wyomi Masela, gaat tot nu toe goed. Laatste serie. Arbi Frekvlak dubbel gehoekt. Oei, die stap voorwaarts. Dat is jammer. Dat kost een halve punt. Ja. En de eindhouding. Want een oefening duurt maximaal anderhalve minuut.